1 miljoen views op deze TikTok. Waiter, I ordered this. I don't know what I got. 500.000 op deze TikTok. Op een of andere manier gaan mijn goocheltrucs altijd verkeerd. Kijk, dit is gewoon een pot op de kop. Als ik deze bal hier doorheen sla en dan is hij ineens oranje. 700.000 op deze TikTok. We zijn officieel om. Nee, ik ga echt niet op TikToks. Echt alleen voor kleine mensen die dansen en zo. You better help yourself, bro. Plaats, wil relevant blijven. Nice, oké. Okay. Hey, it's a true story, man. It's a true story. Mijn naam is Calvijn en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal waarin ik wat leuks ga doen. Dat meen je niet. Jazeker. Ik werd laatst geïnspireerd door... Hoe heet ze nou ook alweer? Billie Eilish? Ik wist het wel. Ik deed gewoon een beetje nonchalant of ik het niet wist. Zo van, ik heb geen idee, help me even. Stiekem weet ik het wel. Billie Eilish heeft een video waarin ze een interview doet, steeds jaren na elkaar. Toen dacht ik, fuck it! Het is nog steeds goedkope content tijd, want corona is nog steeds niet helemaal verdwenen. Schoon hoest. Dat is geen... Schoon, ik ga het toch al prima. Maar nog beukie, dankjewel. Lang verhaal kort, volg mij op TikTok. Wat? Nee, dat had ik eerder moeten doen. Ik heb dus 10 jaar geleden een video gemaakt. Ik ga antwoord geven op de vragen en ik ga reageren op de antwoorden die ik toen gaf. Want waarschijnlijk was ik echt een achterlijk joch. Het enige verschil tussen mij en de Calvijn van 10 jaar geleden is dat ik nog steeds hetzelfde achterlijke joch ben. Alleen nu heb ik volgers. Dat is echt het enige verschil. En bekende Nederlanders in mijn telefoon. Geld, hoe normaal? En een vriendin. Waar meer is in die veranderd? Oké, en 2 katten. Daar gaan we. Hé, hey, ik had tand hoeveel haar. Mensen zeggen nu wel eens dat ik een kakje op mijn hoofd heb. Dit was gewoon een hooibult. Als je een naald in mijn kapsel zou stoppen, dan kun je zoeken naar een naald in een hooibult. Oké, okay. Duidelijk, leuke grap. Het was de tijd dat ik mezelf nog grappig vond. Die tijden zijn voorbij. De kelvlog, de kelvlog, de kelvlog. Zieke intro. Misschien is het al opgevallen, maar deze muur is niet meer blank. Nee, maar je hoofd wel. Tering. Ik was echt white as fuck. Ik ben nog steeds white as fuck. Toen las ik een comment, ik weet niet van wie, ik weet niet wanneer, ik weet niet hoe laat, ik weet niet wat voor ziektes. Ziektes? Ik zag het gewoon al aankomen. Ziektes? COVID-19? What the fuck? Oké, okay, we gaan door. Ik heb wat vragen verzameld als het goed is. Daar gaan we. De Q&A gaat beginnen, jongens. Van Chips Zakje. Wil je laten trouwen? Wil je laten trouwen? Ja. Nu ben ik 23. En denk ik, hé, hey, zou zomaar eens kunnen gebeuren ooit. Ik bedoel, het is niet als ik 50 ben dat ik dan pas ga trouwen. Dan ga ik voor de 5e keer trouwen. Kel, doe normaal. Maar daar gaan we het nog niet over hebben. Ja, ik wil laten trouwen. Een vraag van Fat Floppy Snickerdick. Dikke flubberige snickerlul. Kleine meisjes of grote meisjes? Kleine meisjes of grote meisjes, hoor. Dit? Oké. Het wordt seksual. Mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar kleine meisjes. Kleine meisjes. Als je nou 2 meter bent en dit kijkt, niet erg. Dus er zijn genoeg fish in the sea. Maar voor mij persoonlijk zou ik toch gaan... Voor een lekker klein... FBI, open up! Ik val op kleine, hele kleine meisjes. Ik val rond, ik denk 20, 25 centimeter of zoiets daartussenin. Daar val ik op. Dus Barbie poppen. Hé, hey, is dit best goede grap, man. Eerlijk, best goede grap. Mijn humor was gewoon beter toen dan nu. Standenpan. Kun je 3 bananen in je mond stoppen? Oh, god. Nou. Er is niks veranderd in die 10 jaar. Oké, we hebben een probleem. In dit huis hebben wij maar 2 bananen. En daarom heb ik nog een, hoe heet het? Persik, nectarine, iets. Oh. Vroeger had je nog geen memes en zo. Tegenwoordig gaat het zo. Om dan te beseffen dat ik ook gewoon op deze leeftijd gewoon sowieso al porno keek. Too much information, Calvijn. En vergeet niet, dames en heren, jongens en meisjes. 2 stuks fruit per dag is gezond. Oh ja? Yeah? Spreek jij Gronings of niet dan? 2 stuks fruit per dag is gezond. Oh. Oh. De vraag van Banjo Movies. Toen de kip het ei van het raam verstopte achter de soepstengels die aan het hula hoepen waren terwijl Super Mario een Pikachu ving, was zij er niet.
Waarom niet? Dit was echt die 2010 humor. Dat is verschrikkelijk. Een random verhaaltje als een grap. Super funny. Nou, nu ga ik ook een random antwoord geven. Ik ga nu iets zeggen van... Jawel, maar ik was gewoon met de panda achter de schuur en we rolden omver. En toen uiteindelijk maakten we 2 meter hoge salto. En uiteindelijk was ik gewoon aan het kijken van een afstandje terwijl ik soep aan het eten was. Kijk maar. Ik was daar wel, want jouw verhaal klopt niet. De soepstengels waren namelijk opgegeten door mij. Dus ik kon het kip van het ei het raam nooit verstoppen achter het... Kip, ei. Vroeger kon ik nog niet zo goed improviseren. Tegenwoordig kan ik het iets beter. Wat zou je doen als je één dag een vrouw was? Nou heel simpel. Alle mannen zeggen dan, dan zou ik me even lekker opsluiten. Zou ik mijn kleren uitdoen. En dan toch even voelen met hem. Oh, yeah. Maar wat als je gewoon 280 kilo wordt als vrouw? Dan ga ik niet naar mezelf staan kijken in de spiegel. Maar wat ik wel zou doen... Wat zou ik wel doen? Ik wil natuurlijk wel eens een bevalling meemaken. Dat lijkt me zo'n lekker gevoel. Welke kleur hoofd heb jij? Even kijken. White as fuck. Mijn hoofd is een beetje groen. Fuck man, goeie grap. Weer een goede grap. Nou Kelvin, mijn vraag is... Waar is Perry? Nou... Nu die het zegt. Hey. Yeah. Waar is Perry? Come on! Wat is je beste versiertruc ooit? Beste versiertruc zou nu waarschijnlijk gewoon zijn... Hey, meisje. Meisje. Ik heb 1 miljoen volgers op Insta. Kom je mee? Het enige wat mij definieert zijn mijn cijfers. Als je dat weghaalt, wie ben ik dan nog? Besta ik dan nog wel? Of verdwijn ik gewoon? Goeie timing. Je pakt 2 bananen en 1 nectarine. En je stopt ze alle 3 tegelijk in je mond. En het is zeker dat meisje valt voor jou. Dat meisje valt voor jou omdat... Omdat ze even flauw valt, want is super raar, weet je wel. Kijk maar, ik ken mezelf. Best wel ranzig dus. Ja. Yeah. Komt op hetzelfde neer. Wat liever, 1 miljoen abonnees en geen vrienden of geen abonnees en wel vrienden? Nou, ik heb gewoon het eerste. 1 miljoen abonnees en geen vrienden, dus... Yep. Maar als ik dan toch de keuze zou moeten maken... Nee, oké, grapje. Ik heb wel... Ik heb 1 vriend. Mark Rutte. Hoor. Alles goed? Mijn abonnees zijn mijn vrienden. Keiharde own. Wow. Mijn abonnees zijn... Fuck, die had ik ook moeten zeggen. Jullie zijn allemaal mijn vrienden. Allemaal. Wat is je favo artiest? Eminem, nog steeds. Ik vind echt zoveel muziek vet en ik vind echt alles gewoon echt gruwelijk. Ik hou zowel van Jason Derulo als 30 Seconds to Mars. Jason Derulo, 30 Seconds to Mars. Groei een identiteit, boy. Wat vinden je ouders ervan dat je filmpjes maakt? Tegenwoordig vinden ze het nog steeds absolute onzin, maar zien ze dat ik het toch aardig doe, hè? Maar in die tijd denk ik dat ze het absolute bullshit vonden. Onzin, lulkoek, bullshit! Nou, volgens mij vinden mijn pa die boeit niet zoveel. Ik bedoel, hij heeft wel andere dingen aan zijn kop. Maar mijn moeder, die kijkt elke week naar mijn filmpjes. Wordt dit? Vroeger keek mama elke week naar mijn filmpjes? Tegenwoordig niet meer, man. Vind je zelf dat je bent veranderd sinds je eerste vlog? Ja, ik ben wel veranderd sinds mijn eerste vlog. Kijk, dit was het. Welkom bij het spikvonkel, aanslikkend geweldige nieuwe programma. Hier zien we een klein, onzeker, ielig mannetje met een droom om ooit in zijn leven van zijn grootste hobbyfilmpjes maken, zijn werk te maken. Hij was te bang om het uit te leggen, hij was te bang om het uit te spreken. Hij durfde niet eens te zeggen, ik wil dit, want de kans was zo klein. Maar nu 10 jaar later zien we hier voor de camera nog steeds een tyfusmogol. That's me. Maar ik ben echt wel veranderd. Ik bedoel, ik zie nou veel meer in wat voor geniale gebeurtenissen er zijn gebeurd in mijn fucking hele fucking leven. Qua style, best wel. Ik bedoel, ik ben nou veel meer een beetje, ja, weet ik veel. Hou gewoon je bek, oké? Als ik gewoon niet meer weet wat ik moet zeggen, dan hou gewoon je bek, oké? Hoe ziet je hele kamer eruit? Nou, hoe ziet mijn hele kamer eruit? Tada! Normaal, je hebt hier achter mijn normale setting, zeg maar. Normale setting of normale setting? Of is het normale setting? Daar staat altijd mijn camera. Dan heb je hier mijn computer en daar mijn toetsenbord en mijn lamp. Dieke bouwlamp. Goeie belichting, man. Ik had gewoon geen geld voor die goede belichting. Roei met dat niet meer die app, boy. Hou gewoon je bek. Hou gewoon je bek. Hey, ik heb nog 1 vraag en dat is de vraag die het vaakste is gesteld. Heb je een vriendin? Ha! Oh, now it's getting juicy. Had ik een vriendin rond die tijd? Dat had ik nog niet met Nina. Misschien wel ander chickie. Weet je toch? Weet je toch? Was gewoon toch zo'n klein beetje bezig. Gewoon soms. Gewoon 3 amps soms tegelijk. Ze wisten niet van elkaar, maar oké.
How do you do, fellow kids? Goed, de antwoord op de vraag anno 2020. Ja, natuurlijk. Ik ben hooked as fuck. Ik heb een prachtige vriendin die er in lingerie ook nog ook mooi uitziet. Dus niks verkeerd. Maar rond die tijd, ik weet het niet, man. Nee, ik heb geen vriendin. Dat was het antwoord op mijn vraag. Ik ben Kelvin en ik zeg... Bam! Ik ben Kelvin en ik zeg... Hou je bek. Gewoon moeilijker dan vroeger. Ik ben Calvin en ik zeg, hou je bek. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.